Een opening als een warm bad viel de initiatiefneemster van Vrijplaats Mens door Mens, Chantal Soepoer, in de Hagedoorn ten deel. Wethouder Alex Langeheer sprak woorden van waardering en bewondering, evenals Jan Adema van de Club Twente en Eta Mulder van Die Mensen. Maar de odes van Willem Gunneman, ambassadeur van de club, raakten het hart. Kijk, daar zit je dan, Chantal. Het is je dag. En door alle tranen heen zie ik de lach. Want het draait om de kracht in alles wat je doet. En als je dat van binnenuit beseft, komt alles goed. Je woonde aan de Tuinstraat. Ja, onze vrijplaats richt zich op de ondersteuning bij herstel. Wij richten ons op persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel. En dat doen we op verschillende manieren. Aan de ene kant zoeken wij de diepgang op door cursussen aan te bieden en wat diepgaande gesprekken aan te gaan, lezingen te geven en workshops te geven met bepaalde thema's. En aan de andere kant blijven we een beetje aan de oppervlak door creatief bezig te zijn. Mensen kunnen hier met naaimachines aan de slag, mensen kunnen mozaïeken, mensen kunnen zelf hun inbreng inbrengen om te kijken wat ze willen doen. Dan kunnen we daarin een stukje faciliteren. En als ze nou zin hebben en nergens zin aan hebben? Dat mag, dat kan. Sommige mensen komen binnen, die hebben een slechte nacht of een slechte week gehad en die gaan zitten en die drinken een bak koffie en dat kan. Dat is een onderdeel van herstel. Je bent hier niet verplicht om ergens mee bezig te zijn. Soms is even contact, even de deur uit te zijn, even een bak koffie voldoende om eventjes de dag door te komen. Feitelijk gezien is iedereen welkom. En in de basis kunnen wij ondersteuning bieden bij mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving, verslavingsproblematiek. Mensen die aanlopen tegen ontwrichting of die te kampen hebben gehad met ontwrichting. Mensen die worstelen met levensvragen. Hè. Er gaat een preventieve werking van uit. Die zijn ook altijd welkom om eens een praatje te maken. Om te kijken hoe andere mensen met bepaalde problemen van het leven omgaan. En daarnaast is iedereen welkom.